drinken. Ja. Love you. Oeh, waar is John? Goedemiddag. Het aangedaan. Zie. Het kwartet? Ja, heel mooi. De Bouwers. Op schoot geplopt. Hoera, hoera. 2. 5 jaar ballon. Klein stukje van je nieuwe huis. Nou, kijk. Ramen trekken. Het is een Lego. Opa weet alles. Mag jij eruit, jongen? Nog meer visjes? Heerlijk eten. Dat is dit. Kaartje. Is dat het mooie aquarium? Een hele goede. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers, en het is vandaag zaterdagochtend. Jawel, we hebben heerlijk uitgeslapen. Luan heeft gelogeerd bij opa en oma. Want zoals jullie weten, gisteren in de vlog ging ik met Luan uit school met opa een aquarium ophalen voor onze kooikarpervisjes. En die komt hier zo meteen weer heen met opa en oma. En dan gaan we de visjes een nieuw aquarium geven. Bij het zwembad, hè, Luxie? Ja. En ze komen een filmband plaatsen. Dus we gaan nu eerst even terugkijken naar de beeldjes die ik gisteren met Luan en opa heb gemaakt toen we het aquarium ophaalden. En dat hij is blijven logeren. Kijk, vandaag weer gezellig met ons? Nee! Oh ja, en mama en Lucilla zijn ze nog aan het opmaken. Tot zo. Hallo, waar zitten we dan? Onderweg naar opa, hè? Ja. Maar het weer is opgeslagen. Luan zegt, joh, het begint onze Pinksterverkantie. En dan hebben we dit weer. Het regent bakken. Nou, hopelijk zeiden dat de orkaan, die tornado, alleen maar hopelijk ook niet Limburg raakt. Dus hopelijk hebben we alleen maar zware regenval. Dan gaan wij het aquarium halen voor de kooikarpers, jongen. Wij zeggen op naar opa. Kijk eens, dat hij in dat kleine kwartiertje even in elkaar verlandt. Zo, maar dat doe je goed. Vet kleurtje ook. Doe eens omheen. Hij moet nog een stuk langer, jongen. Ja, moet een stukje langer. Ja, dan moet het ruimte hebben, dat ik er met twee vingers op tussen kan. Nou, wij zijn bij opa. We rijden nu hier, kijk. Het winkelcentrum, hier ben je geboren, Luan. Ja. Op de terraswoning. Nou, bijna bij opa en? Oma, hier ben ik een, opgegroeid van mijn 0ste tot met mijn 4de. Ja, was het? Dat klopt, jongen. Dus, op ons knusse vlekje. Ja. Terraswoninkje 4 hoog zonder lift. Nooit vergeten hoe we begonnen, vind je? Ja. We stoppen bij de supermarkt, Luan. Wie is er aan boord? Opa! Babs. Nou, gezellig. Gordeltjes om en op naar het aquarium. Drie kwartier rijden, dus dat valt nog mee. Ja. We zijn erbij. Nou, wij zijn inmiddels aangekomen. Gelukkig regent het niet meer te hard. Even de trolleys mee. Want we moeten hem van een tweede etage halen. We hebben de auto even hier mooi gestaan. Ja. Nou. Oh. Ja, wat ook voor die schroefjes. Ah, top. Hallo, en heeft hem erin gedeeld. Op naar mama. En terug naar huis. Wij zijn weer veilig in Hollywood en opa had een leuk idee. Hij zegt, nu toch zo laat is, Luan, waarom blijf je niet gezellig bij mij en oma en Oscar logeren? En dan kom je morgenochtend weer mee. Ja. Dus jij neemt de camera. Zo, dus ik neem dit witje mee. Ja. En dan ga ik gewoon bij hun een film kijken. Ja. Hebben we logeren ook meteen weer gehad. En dan morgenochtend. Gaan we. Ja. Aquarium installeren. Nou, veel plezier met opa en oma. Dank je. Hoi. Tot morgenochtend. Doei, pap. Love you. Doei. Nou, met die grote aanhanger. Och, papa. Doe een beetje stil. En gaan we naar de overkant, naar het huis toe. En doei. Ik ga bij jullie logeren. Dat ben je niet. Ja, ik blijf tot morgenochtend. Ja. En dan nemen we jou mee. Ja, camera. Ja. Is het echt waar? Echt waar. Geen prank. Papa is net weg. Ja, echt. Waar heb je alles mee? Nee, ik heb alleen maar mijn iPhone mee. En de camera. Maar jullie hebben wel reservetandenborstel, hè? Dat is leuk. Ja. Nou. Dat is leuk. Zijn jullie dan Oscar helemaal blij? Ja. Nou, daar zit hij dan, onze Lutje. En wat heb je bij je aan het eten, jongen? Witlof met ham en kaas. En hoe smaakt dat? Nou, lekker. Het is te eten met appelmoes. Met appelmoes? Wat heb je liever, spinazie met een bal of witlof met ham en kaas? Spinazie met een bal. Oh, maar toch, spinazie met een bal. Oscar, spinazie met een bal. Dat is niet gelijk. Nou, smakelijk eten, jongen. Dat is de eerste keer dat
Nou, bord leren. Neem een app. Ja. Dan wil ik kijken naar meneer, daar gaat hij. 1, 2, met een appelmoes clubzie. Goedemorgen. Ik ben nu lekker bij Oscar hier. En hij heeft net lekker met mij op het bed geknuffeld. Ik ga straks even aankleden. Dan gaan we even ontbijten, wandelen. Dan gaan we weer naar papa en mama toe. Dan doen we het aquarium voor de kooikarpers. Ja. Zo, jongens. Ik heb net mijn ontbijtje op. En ik ga nu wandelen met Oscar en opa. Hey, hallo. Kom maar, Oscar. Kom dan. Oscar, hier. Ja. Wij zijn sneller. We lopen weer terug. Doe maar, Oscar. Met het heerlijke zonnetje. Zo, en we zijn weer thuis aangekomen van opa en oma. En dan gaan we zo ook meteen door naar papa. En mama en de meisjes en Lucius en de huisdieren. Tot zo. Nou, het Bellinga Film Art Team is inmiddels gearriveerd en hebben alles van de kant geschoven. Zodat hier eenzelfde groene wand gekloond kan worden. En ik heb net even lekker Lucius in slaap gewandeld. In zijn kinderwagentje. En kwamen opa en oma. Wat nu dan alweer binnenrijden. Regelrecht naar de camper. Dan gaan we daar eens even kijken. Kijk, daar zijn de mannen van de Ark. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Nou, super. Heel erg benieuwd natuurlijk. Hoe dat ze een bijna precies dezelfde muur gaan klonen als de andere muur. En waarvoor het moet schoon blijven. En wie is daar? Waar is die bus voor, pap? Hoe was het met logeren? Goed. Ja, waar is die bus voor? We staan een hele mooie muur namaken. Nee, ja. Zijn ze er nu al mee bezig? Dus ze zijn net binnen, ook 10 uur hier gekomen. En daar is Oscar. Hey jongen, goedemorgen, Woesel. Daar vind je Oscar weer. Gezellig, jongens. Nou, de meisjes zijn al heerlijk aan het fietsen. Lucius, laat heerlijk door. Goedemorgen, lieve opa en oma. Hier is voor de super opa en de super opa. Kijk, oh, hier is van Fleek. Van Fleek. Voor de zon. Ja. Wat lief. Dit is voor de wereld. Nou, gezellig dat jullie er weer zijn, hè, meisjes. Gezellig dat jullie er weer zijn. Welkom, welkom. Opa, maar dit is het art-team. En die gaan precies dezelfde muur klonen. Waar ze dan in de film heel erg op kunnen gaan smeren. Meer mogen we niet verklappen, hè? En waar wordt het gebouwd? In de woonkamer. Kijk, de woonkamer. Daar is de bouwer. Ja, in de eetzaal. Mama Peppy, die is mama geworden. Ja, jij bent tante. Ja, ik ben tante. Oma. En oom Luan. Ja, nou. Ben je een oma? Oh ja. Ik kan je wel niet zien. Als... Mooi, en de kraamkamer. Nee, ze liggen alle rustig aan het hoekje. Ik heb nog foto's. Nou. Ik ben ook een grote oma. Jij ja, joh. Konijntjes gaan we zitten. Ja, ik ga er gewoon deels in en uit. Zo. Maar hij vorige week zondag, terwijl je waren, de hele zondag heeft hij over de vloer gelopen, weet je nog? Ja, dat had ook kunnen gebeuren. Ja, het had ook kunnen gebeuren. Ja. Ja, maar het is echt van gisternacht gebeurd moeten worden. Want... Gisteren? Ja, ik heb ze niet idee. Ik heb ze niet idee toen we boodschappen gingen halen. Toen is het gebeurd. Want ja, morgen hebben we nog water. Dus ook nog, hè? Ja, ja, ik ben iedere dag met het wel weer aan het weiden. Stella heeft hier de foto's kijken en de filmpjes allemaal. Dat zijn ze. Je kon er niet in kijken, hè? Ja. Nu kijk je er, hè? Ja. En één hele zwarte. Ja. Ja. En vanochtend heb ik verteld, het zijn er echt zes. Ja. Ja. Dus dan kunnen we ze vernoemen naar ons. Vader, Daniel, Luan, Lucilla, Luxie. Dus je is al heel apart. Hey, Lucilla, dus noemen we jongetje Daniel, ander jongetje Luan, Lucius, Lucilla, Luxie en vader. Vorige week hadden ze nog over van, nou, kunnen ze lekker naar buiten. Ja, precies. Ja. 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 Ja, nu pas na de zomervakantie. Ze zitten, ze loopt niet meer weg. Leuk, hè? Nee, ze is heel trots op mama. Ja, hier is goed.
was dus omdat ze zwanger was, wilde ze niet aangeraakt worden. Ja. En nu komt ze gewoon bij je zitten en ze eet. En papa Kokkie denkt, wanneer mag ik? Jij maar zo aan de beurt, vriend. En ze hebben vanochtend rondgelopen. Ja. Kokkie daar, aan die kant. Oh, ja. Dat hek en Peppie aan deze kant. Maar ze gingen iedere keer naar elkaar toe. Door het hek heen. Nou, op kraamvisite open dan, een lekker kopje koffie. Op, heb je geen schuitjes erbij? Ja, we hebben vanmiddag nog een taart. Want Woezel en Pippen zijn ook jarig vandaag. Oscar is vandaag jarig. En ook, ja, nou, we hebben Oscar, Woezel en Pip. En de welleer konijntjes. Hij is vandaag 5 uur. Nou, dan gaan we dat straks zien. Ondertussen zijn ze alweer aan het spelletje spelen met oma. Oma is weer de Sjaak. Oh, je spelletjes. Ja, jullie gaan de kooikarpers doen. Tot zo. We hebben weer een lekkere dierenvlog vandaag. Nou jongens, zoals jullie gisteren hebben gezien in de vlog zijn er dus babykonijntjes geboren. Ze zijn vandaag 2 dagen oud. Kijk even de vlog van gisteren terug, hoe het allemaal komt en nou dat soort dingen als je het hebt gemist. Maar vanochtend hebben we nog even gekeken bij de konijntjes of het allemaal goed is gegaan. Ik maakte me namelijk best wel even zorgen omdat ik zag dat Peppy niet iedere keer op het nest zat. Heb ik het even opgezocht en dat klopt ook, want moederkonijnen zijn niet altijd bij het nest. Eigenlijk zijn ze maar 1 à 2 keer per etmaal, dus 1 à 2 keer per 24 uur, zijn ze bij de konijntjes om te voeden. Dan geven ze even voeding en dan gaan ze eigenlijk meteen weer weg. En zo doen konijntjes dat. Dus ik dacht, weet je wat misschien wel een handig idee is? We zetten even een cameraatje. Bij haar kooi. Dus die heb ik gisteravond bij haar kooi gezet. Op het nest. Op haar hele kooi. En dan kan ik even kijken wanneer zij naar haar babytjes gaat. Zodat ik zeker weet dat ze goede, dat ze voeding binnenkrijgen. Dat ze moedermelk drinken. Dus ik vanochtend al die beelden teruggekeken. Van vanochtend. Nou vanaf vannacht eigenlijk. Wanneer er beweging was. Wanneer ze op het nest zat. En vanochtend, ja jongens, om 5:30 ging ze naar het nestje toe. Je zag de babykonijntjes bewegen. Je zag haar likken. En je zag haar echt zo zitten. Ze ging echt zo doen, zo. En dat is het moment dat de babytjes hebben gedronken. Ik heb het voor de rest niet heel goed kunnen zien. Want het is natuurlijk een camera verder weg. Maar het was wel duidelijk te zien dat zij daar bezig was in haar nestje. Het duurde een paar minuutjes. En toen ging ze ook weer weg. Dus toen we vanochtend hier kwamen, zat ze ook gewoon lekker van alles te doen. En die babytjes lagen gewoon lekker te slapen. Weer helemaal ingepakt in de pluisjes van Peppy. Zo schattig. Dus ja, dat was even wel dat we zeker weten dat de melk gedronken wordt. Dus dat is het geval. Ook heb ik daarna even met mijn hand Peppy geaaid. En door de ontlasting van Peppy gegaan in de kooi. Zodat mijn hand ruikt naar het konijn. En heel, heel zachtjes de pluisjes weggedaan. Omdat ik ook even zeker wilde weten dat alle konijntjes leven. Dus ik heb de pluisjes een beetje weggedaan. En het was zo schattig jongens. Je hart smolt toen je het zag. En ik heb er een heel klein filmpje van gemaakt op mijn iPhone. Voor de rest ga ik ze nu vandaag ook helemaal niet meer filmen of naar omkijken, zeg maar. Want ze gaan nu gewoon weer lekker slapen. Ze slapen nog heel veel. Maar ik wilde de beeldjes die we vanochtend vroeg hebben gemaakt, jullie toch ook even laten zien. Omdat het zo ontzettend schattig is hoe ze zo als dat nestje bij elkaar rondkrumen. Het zijn er dus 6. 1 hele pikzwarte. En de rest zijn een beetje, ja, nog een beetje huidskleur. Ze hebben nog geen haar. Oogjes zijn nog niet open. Het enige wat ze doen is een beetje rondkrummelen op elkaar. En heel veel slapen. Dus bij deze jongens even de paar beeldjes die ik vanochtend heb gemaakt. Toen ik even een controle deed om te kijken of alles goed met ze was. Daar zit
Heb laten zien de baby kadetjes. Doei. Nog even te updaten wie er dus vandaag jarig zijn. Dat zijn Woesel en Pip, zijn 5 jaar geworden. En ook Oscar is jarig. We kregen eigenlijk toen we ze puppies waren een soort van tegelijkertijd. Dus het is wel leuk dat Woesel en Pip en Oscar een beetje van dezelfde leeftijd zijn. Woesel en Pip zijn al jaren geweest volgens mij. Hè? Dat was, maar ja, toen kwam er het er niet van. Ik dacht, oh, moeten we even onthouden. Toen zag ik ook een hele leuke post voorbij komen van een fanaccount. Die een verjaardagspost had gemaakt van Woesel. Dus dank je, Woesel en Pip, dus dank je wel daarvoor. Daardoor dacht ik, oh ja, de verjaardag moet ik even inplannen. Dus ik had de taart al gekocht, maar toen kwam er van alles tussendoor. En gisteren die konijntjes. Waardoor we vandaag gewoon lekker de verjaardag van Woesel en Pip en ook Oscar gaan vieren. Dus het is echt een dierenvlog vandaag, jongens. En de konijntjes. We hebben en de konijntjes. Woesel en Pip en Oscar. De visjes in het aquarium gaan trouwens ook heel goed. Er zijn geen visjes meer dood gegaan. Het enige wat we nu nog even erbij moeten halen zijn wat algeeters. Want we merken dat er een heel klein aanslagje komt op het glas van het aquarium. Dus niet in het water, maar echt op de voorgevel van het glas. En ook maar één stukje. In de zijkant is hij gewoon helemaal mooi. Alleen in het midden ja, zit er toch wat alg aan. Dus opa zegt ook van nou, even kijken voor wat extra algeeters erin of extra plantjes erin. En dan moet ook vast wel een goedje zijn om dat weer helemaal mooi te doen. Dus dat gaat opa vandaag ook met Daniel doen. En we hebben natuurlijk het hele kooikarper project wat we zijn begonnen. Wat vandaag ook verder gaan doen. De kooikarpers die komen dus niet meer in de vijver, denk ik. Of is het nog weer veranderd? Ik ga even kijken bij Leon en opa zo met mij in de aanhanger. Wat er opa die is dat helemaal weer aan het onderzoeken. Dus we hebben nou een hele grote kooikarper aquarium. Hebben ze nu wel, hè? Die had je gisteren gehaald. Dat hebben jullie al gezien. Het is een beetje rommelig vandaag, maar dat hebben jullie al gezien. Die hebben ze dus gisteravond nog gehaald. Daniel en opa en Luan. Vandaar dat Luan gisteren ook bleef logeren bij opa en oma. En die kooikarper aquarium, dat gaan ze vandaag ook opbouwen in het zwembad. Dus daar willen we de kooikarpers dan gaan houden. Die kunnen uiteraard niet in hetzelfde water als de tropische vissen. Dus dat zijn twee aparte projecten. Dat gaan we vandaag ook weer verder doen, jongens. Het is weer een lekkere volle vlog. Dus nou ja, ik weet niet, heb je, ja, ik heb geen idee wat we allemaal hebben gefilmd. Ik wou zeggen, kijk maar vandaag willen we gezellig met ons mee, maar volgens mij wel een halve vlog. Beeldjes van gisteren hebben we gedaan met aquarium halen. En ja. Nou, nu wordt een wand gebouwd. We gaan de tropische vissen het alg verhelpen. We gaan de kooikarper aquarium. Ik ga nog even kijken. En de babykonijntjes. Ik ga nog even kijken. Ja. Och, jongens. Ja, kijk, en hier zijn ze aan het bouwen. Een wandje wordt opgezet. Goedemiddag is het volgende. Ik heb geen besef van tijd. Morgen nog. Ach, zo snel gaat het nou ook weer niet. Dus even kijken hoe opa en Luan bezig zijn. We zijn dus een wand aan het opbouwen voor onze film. Wat aan het eind van de week gaat komen. Waar de aquariumvissen in benen? Ja, die heeft papa bij de dingen neergezet. Bij welke garage? Moet je hem even papa vragen? Nee, ja, volgens mij of in de garage of in de bijkeuken. Opa die heeft dus ook het aquarium voor de kooikarpers en de vijver. Je had het alger uitgehaald, zag ik, hè, bij de vijver ja, van de week. Maar dat moet even nog, ja, ze moet nog iets meer uitgehaald worden. Ja, maar ze gaan niet meer in de vijver. Nee, Daniel wil het niet. Nee, dan worden we iedere keer alle eruit. Ja, maar dus hier komt het aquarium. Kijk, het wonderlijk is, alleen het wordt wel even dubbel werk, want ik wil dit water niet weggooien. Nee, kijk, want het water is helder. Ja. Dus we zetten straks hier eerst het aquarium neer, hier. Ja. Zodanig. Ja. Dat wij heel veel water hier vandaan overpompen in het nieuwe aquarium. Ja. Dan gaat hij weg. En dan moet je die verschuiven? Dan zetten we die daar weer neer en dan pompen we het water weer in die en dan kun je de bak verschuiven. En kijk, mijn vraag is, ik denk, als je hem op de grond zet, dan zie je die rare naad, die blijf je ook zien. Ja. Is het verstandiger dat we er een klein balkje onder zetten, onder maken, dat die eigenlijk, al is maar zo'n stukje, van de vloer af is. Ja. Ja, wat dat betreft, kijk, opa heeft het goede shirt aangedaan. Ja. Hij weet alles en anders verzint hij wel iets. Dus we gaan hier ook weer iets moois voor de kooikarpers maken, jongens. Ik denk wel dat hij van de vloer af moet. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, want het is echt een aquarium waar niks onder zit, hè? Nee, gewoon compleet een grote glazen kast. Ja. Kijk, en dan moet die ton die komt er dan naast te staan. Die ja, moet ook die houden op een, we. Op een verhoging dat deze twee pijpen precies boven het aquarium komen. Ja. Ja? Want die kun je gewoon weer gebruiken, hè? Ja, en dan moet ik daar bijvoorbeeld nog iets meer
peper aan. We moeten wel die gewezen peper, dat gaan we ook doen. Ja. Dat wordt nog een leuk project, jongens. Ja. Die ga je nu voor de kooikarpers doen. Ja. Ah, ik snap hem. Luan, die gaat opa natuurlijk weer heel goed meehelpen vandaag. Ja. We gaan dus deze bak verplaatsen. Je ziet, die bak is een beetje vies geworden aan de binnenkant. Maar het water is gewoon helemaal helder en schoon. Dus dat betekent dat het filter het gewoon goed doet. Dus we gaan nu hier een mooie... Die gaan we ook denk ik nog gebruiken. Die gaan we zeker nog gebruiken. En dan doen we de vis even in. Even daar box. Weer in. Ja. En dan gaan we het eerst alles even weer opbouwen. Dus hier zo komt zeg maar straks het aquarium van de kooikarpers. Ja. Staat ook al mooi bij die palmboom. En het hele strand gebeuren. Alsof de kooikarpers echt in de zee zwemmen daar. En dan krijg je ook, dat kun je dan als achtergrond. Ja, dat is de doorschijnend. Dat is leuk. En anders krijg je die hele rare sleet van onder. Ja, dat ja. En ik wil er niet zo heel veel glinteringen voor. Nee, dat zou ik ook niet. Een laagje. Ja. Maar ik wil ook zelf de glinteringen op gebruiken. Ja, oh ja. Dus moeten we hier laten. Ja. Het probleem is, dit water is nu helemaal goed. Ja. Ja? De temperatuur is goed. Nee, maar temperatuur dat is niet alleen, maar dit was kalm water bij hem. Ja, dat ook. Ja, we hebben volgens mij gewoon geluk gehad met die koois. Dat ze zo goed hebben gedaan. Toen we er vijf naartoe gedaan hebben, want ik weet niet beter dan dit is voor een leidingwater. Ja. Maar is het wel groot genoeg netje? Nee. Dat netje is niet zo handig. We moeten eerst die hele grote bak ophalen. Ja. Ja. En we moeten er nog water in. Ja. Dat doen we met de pomp. Ja, gaat opa straks dat water doen. We moeten hier ruimte maken, maar hier... Nou jongen, weer... Zet maar helemaal in de lengte zo. We hebben een beetje een windje vandaag, maar ik denk ik ga toch even buiten kijken. Kijk, hier hebben we dus de vijver, waar dus voorheen de kooikarpers in zaten. Algen hebben we wel een beetje, althans opa heeft dat een beetje eruit gehaald, maar dan moeten we even kijken hoe we dit voor de rest gaan aanpakken. We laten voor nu in ieder geval de kooikarpers lekker in het nieuwe aquarium zitten wat ze nu gaan opbouwen. Weten we zeker dat het goed water is. En voor dit kijken we even verder hoe we dat kunnen gaan oplossen. Dit is trouwens de buitenren voor de konijntjes nu. Hier zetten ze wel eens in als het lekker weer is en niet te heet is, kunnen ze hierin. Ja, ik weet niet of het ziet op de vlog. Kunnen ze hier een lekker rennen. Maar straks is het dus de bedoeling. Ja, het zal nu wel weer nog iets later worden. Aangezien we nu de babykonijntjes hebben. We gaan natuurlijk niet de babykonijntjes dan naar buiten doen als ze nog te jong zijn. Maar het is dus de bedoeling dat we daar straks in die schuur de konijntjes voor de rest gaan houden. Buitenverblijf hebben ze ook meer ruimte. Kijk, hier liggen ook tegels. Kunnen ze niet door het gras graven. Maar hebben ze gewoon tegels als ondergrond. En dan maken we hier een hele grote buitenren. Hier zo onder liggen ze ook lekker in de schaduw door het dakje. Hier heb je een opening. En die opening die gaan we dan openmaken. Zodat ze zelf naar binnen en naar buiten kunnen. En binnen hebben ze dan het hele grote binnenverblijf. Die we dan ook nog wel helemaal mooi moeten maken en zo. En dan kun je hier het hooi en het eten en nou, al dat soort dingen. Kun je hier lekker bewaren. Er is genoeg ruimte voor hooibalen en dat soort dingen neer te zetten. En dan hier gaan we het binnenverblijf van de konijntjes maken. Ja, en of ze nou allemaal houden of er één of twee houden, dat weten wij nog niet, jongens. De eerste paar dagen van de konijntjes zijn natuurlijk ook altijd cruciaal. Van, oh, gaan ze het allemaal redden of doet de natuur toch iets anders? Tot nu toe gaat het allemaal goed. Ik heb vanochtend dus heel voorzichtig gekeken naar de konijntjes. Mijn hand eerst over Peppy geuit en door haar kooi heen gehad, zodat mijn hand een beetje haar geur had. En dan heel zachtjes die pluisjes eraf gehaald om te kijken of alle babykonijntjes bewogen. En ze gingen allemaal krioelen door elkaar heen. En ze hebben vanochtend in ieder geval allemaal bewogen. Dus dat is een goed teken. En dan hopelijk kunnen we ze straks hier voor de rest houden. En hoeveel het gaan worden en of het allemaal gaan blijven houden, dan moeten we nog maar eventjes afzien. Maar in ieder geval de ruimte en de tijd en alles hebben we hier om natuurlijk gewoon de konijntjes op hier een goed verblijf te geven. Kijk, Leon heeft hier al een net te pakken. En mam, ik heb Pip al gefeliciteerd. Ah, ze heeft Pip al gefeliciteerd. Kijk, hier hebben we de vierjarige Jet. Gefeliciteerd. Hey, jarige Jet. Ja, dat gaan we straks doen. Gaan we straks de barbecue opeten. Gaan we straks de taart opeten. Oscar, die is 5 jaar geworden. Ja. En Woesel en Pip ook? Zijn 4 jaar. Nee, ook 5. Want ze, ze waren allebei Pip toen we ze kregen. Tegelijkertijd. 5 jaar? Ja, jongen. De tijd gaat snel. Ik dacht dat ze 4 waren. Nee, want Luxie is 4 en ik was net zwanger toen we Woesel en Pip kregen. Dus dat klopt. Luxie is nou 4,5. Ja,
dezelfde leeftijd als 5? Oscar. Ja, en klopt. Dan komen we meteen de verjaardag met Oscar erbij. Ja, leuk hè jongen. Heb ik nog een feestje vandaag met al die dieren hier. Ja. Nu met de slang doet opa het water van die bak hierin. We kunnen de vissen hier zo meteen even inzitten. En het is ook wel leuk dat de vissen hier zitten. Want ja. Sinds ze in deze bak zitten zijn ze ook een stuk tammer geworden. We voeren ze hier natuurlijk ook altijd. En als je ze hier dus gaat voeren... Dan komen ze hier allemaal naar je toe. Je kunt ze zelfs aaien, de vissen. Hè? Ze zwemmen niet weg. Je kunt ze zelfs aaien. Dan kun je gewoon aaien. Dus ze zijn net zo glad als dolfijnen. Ja, dat klopt. Ze zijn dus eigenlijk, omdat ze in deze winterbak zitten, zijn ze veel meer aan ons gaan wennen. En in de vijver, als ze toen er naartoe kwamen, zwommen ze heel vaak weg. En nu blijven ze gewoon zitten. En je zitten. Merkt het echt wel een verschil, hoor. Ja. En als je hier bij het zwembad bent, kun je naar die mooie glazen bak kijken. Ja. Dat is ook wel fijn, hè? Sorry. Maakt niet uit. Nou, we gaan nog even lekker verder daar. En dan ga ik even kijken. Lucius die slaapt. Konijntjes liggen ook lekker te slapen. Meisjes zijn lekker aan het spelen met oma. Die zijn weer van de spelletjesbrigade. Luan die helpt altijd graag mee met het klussen met opa. En Daniel is bij die mannen die dus die wand aan het opbouwen zijn. Voor onze film. Ik weet niet of Daniel dat heeft verteld. Maar aan het eind van de week gaan we dus een film draaien. En dit is al een stukje decor wat ze nodig hebben... Voor onze film. En ze wilden dat al van tevoren opbouwen. Anders dan duurt het zo lang als ze daar ook nog op moeten wachten. Dat ze dat liever van tevoren willen opbouwen. En dit was de enige dag dat ze konden gaan opbouwen. Vandaar dat al iets eerder de filmband in ons huis staat. Maar dat is natuurlijk niet uit. Maakt niet uit. We hebben er voor de rest geen last van. Hé, hey, Woezel. Woezel is ook onze jarige Woezel, hè? Ja, Woezel is 5. Woezel is jarig. Woezel is 5. En Oscar ook. Woezel is 5. Woezel 5, ja. 5. Ze hebben Woezel is 5 geworden. Oh, kijk dan. Ja, mooi, liefie. Opa, maar wat drinken, liefie? Woezel is 5 geworden. Hey, en Oscar ook, hè? Ja. Oscar is ook jarig. Ja, hij is ook 5. Hele hondenwende jarig. Ja. Alle dingen tegelijkertijd druk bezig ben, zijn nu al natuurlijk. Het is tijd, kijk, om onze Bellinga kooikarper vissen. Dan zijn ze gegroeid, pa. Hey, ze zijn echt gegroeid, hoor. Zul je zien. Wow. Nou, ze zijn het water hier aan het uitzuigen of uitpompen. Ja. Want dit bassin gaat dus volgens mij naar de stal verhuisd worden. En dan zetten we hier straks het mooie nieuwe aquarium neer. Nou, deze gaan we helemaal nu naar de poolhouse rijden. En dan kunnen we hem daar het laatste stuk te uittillen. Ja. Je had niet met de auto even, hoor. Dat is veel te zwaar. Pippa komt even een kijkje nemen, hè. Ja. Kom hier overlopen, Luxie. Luxie. Oh, hij staat er. Even kijken. Ja, één lampje. Even naar achteren. Nog meer, nog meer. Ondertussen lekkere bolletjes gemaakt. En we gaan eens even kijken waar iedereen is. Ze zijn achter ons nog bezig met die wand. Even kijken, hier zitten ze alweer spelletjes te spelen. Die kan wel, Lucina. Pak maar een lekker broodje. Die kan wel. Met kaas. We zijn hier in het... is het kwartet? Nee, die zit kwartet. Oh, weer een ander spelletje. Ik ook wel leuk zitten hier. Zo, leuk. Hè? Ja, dat is ook een leuk setje hier. Hè? Hier zo leuk bij het zwembad. Ook papa die is er bezig met... Het aquarium. Woezel en Pip. En Oscar die zijn daar lekker aan het spelen. En jongen, gaan we eens even kijken. Ze zijn nu het water, denk ik, aan het overdoen. Kijk. Ja, leuk hè. Hoe gaat het? Nou, dit is de oude bassin. Die is helemaal leuk. Aan de stal. Ja. Nieuwe aquarium hebben we nu het water en over de pomp. Ja. Want opa is extra voorzichtig dat hij het water wil gebruiken van de huidige visjes. Ja, zei hij al, ja. En hij gelooft dat hij het nog weer kristalhelder krijgt, dat water. Ja, met de filter denk ik, hè. Dat weten we zeker. Kijk. Kijk eens hoe ze gegroeid zijn. Hier zijn de visjes. De kooikarpers. Ja, heel mooi. Ja. Ze zijn goed gegroeid en daar ook. Maar geef ze dat leuk. Doe je dat? Heel veel liefde, hè? Ja, dan wouden we ook al bijna klaar met een wandje plaatsen. Ja, top. Dan komen ze woensdag zo. Lekker bezig. Ja. Nou, terwijl Lucilla daar aan het dweilen is. Voor zover je dat dweilen kan noemen. Ben ik hier even lekker met Lucius op het kleedje beland. En Liefie, ben jij met de stofzuiger bezig? Ga je de gaspolletjes op stofzuigen? En Pip ook. Kijk, Pip ligt er weer van ouds bij. Met de pootjes wijd. Hè, Pippi? Ja, mensen lekker zo liggen. Hm?
dat is de stofzuiger, hè? Daar is een beetje babyformaat. Hier zitten de kooikarpers in een bak. En hier hebben we kooikarpers in de bak. Ze is best wel groot geworden. Ze zijn gegroeid, hè? Ze zijn nu dus 2 jaar. Want ze waren vorig jaar waren ze ongeveer 1 jaar toen we ze kregen. Dus ze zijn in een jaartje ongeveer zo gegroeid. Mama, die is heel groot. Ja, ze zijn allemaal een beetje verschillend. Hè? De ene is iets groter dan de ander, zie je dat? Wij zijn ook niet allemaal even groot. Geldt ook voor de visjes. Toch? Ja. Dit is dus het aquarium waar ze straks ook in komen te zitten. En die gaat er dus hier neergezet worden. Bij de leuke poster. Alleen opa wil dus nog een verhogingje hebben. Hier. Omdat je anders dan dit net ziet. Omdat het glas is. Er doorheen kan kijken. Dat hij iets hoger staat. Dat je dit zo meteen als achtergrond hebt. En dan kan hij hier maar precies in die hoek staan. Dat is wel mooi. Zie je dat? Mossies. Ja, ja. Nee, maar op de. Oh, je bedoelt dat het op het gras staat. Ja, maar er zit onder die poster. Het loopt niet helemaal aan. Zie je dat zwarte randje? Oh ja. Yeah. Nou, wil opa hem iets hoger voor hebben. Dus dan gaat opa kijken of hij hem iets kan verhogen. Gaan ze even naar de gamma weer hout halen. En dan gaan ze die daar zo meteen mooi neerzetten. Ja. Yeah. En opa gaat ook nog kijken of ze het water een goedje kunnen krijgen om het water minder groen te maken. Want het is nu een beetje groen geworden. Dan gaat opa dat straks ook weer mooi helder maken. Ja. Dat kan onze opa. Ja. Ondertussen staat hier een witte wand, jongens. En dit is nog allemaal voor de film. Waarom en hoe en wat, dat laten we nog heel eventjes in de secret. Maar deze wand gaan ze van de week ook nog schilderen. En dat gaat dezelfde kleur worden van die wand. Aangezien de wand in de film vies gaat worden. Meer zeggen we nog niet. Maar als jullie denken, waarom staat er dus een wand... Dat is dus filmdecor voor onze Bellinga film op te nemen. Aangezien we dat in ons huis opnemen. En dan gaan ze even kijken waar papa en opa zijn. Want die zijn er weer aan het klussen. In de garage. Weet je? Ja. Je hebt mooie nagellakjes opgedaan. Heeft Lucilla bij jou gedaan gisteren? Ja. Hè? Kan je de deur open doen voor mama? Ja. Zeker weten. Supersterke Luxie. Supersterke Luxie. En nou, want ze zijn hier iets aan het maken volgens mij voor de... Kooikarper onder frame. Kijk, hier zitten de bouwers. Hier zitten de bouwers, Luxie. Zie je dat? Wat is er? Ja. Taartje eten. Ja, je kunt er zo een taartje. Voor de hondjes en de visjes. En de konijnen. Vandaag is het gewoon de nationale dierendag. Feestdag. Wat is het vandaag? De datum is 21 mei. 21 mei. Nou, ik zeg hatsiki daar. Ja. Maar komen jullie zo een verjaardagsfeestje vieren? Nee, ja, dit is de rioleringpijp voor mijn koep van mijn vissen. Oh, wat slim. Ja. Ik heb dit genomen. Ik denk dat je mooi bij de zwembadwand Ja, dat klopt. Dat is wel iets duurder. Ik denk alles voor een vrouw. Wat voor de visjes? Mooi, ja, voor je hobby. Ja. Nou, pas op. Je schuurt een biertje. Oh. Kun je die ballen die schuren nou? Oh, maar. Kijk. Nou, dat is netjes geschuurd worden. Ja. En dan wordt dit het onderstel voor het aquarium. Het onderstel voor de kooikarpers. Voor de kooikarpers. Stoppie. Ondertussen zijn de meisjes bij oma op schoot geplopt. Een konijn, ja. Maar waar is Anna? Heb jij haar al herkend? Ja. Waar is ze dan? Is een heel leuk boek van de kleuterschool. Ja, leuk. Kijk. Is het leuk, kind? Ja, handdikte. Staat hier strak op. Dit ziet er vet uit. Dat is mooi, hè? Je ziet het bijna niet, ja. Nee, hier komt die pomp naast te staan. Oh ja, pomp. En dan die witte PVC-pijpjes die door het water uitgeuren en er weer schoon in zouden. Leuk. En nu gaan we die overgieten naar die, want dat is hetzelfde water waar ze eigenlijk uitkwamen. Ja. Nou, kijk, we hebben hier een hele leuke hondentaart. Omdat er hondjes jarig zijn vandaag. Hondjes, de hele dierenbende vieren we vandaag maar meteen in één. Maar Oscar is echt zijn verjaardag vandaag. Opa of niet? Was het, ja? Dus Oscar is echt op deze dag jarig. En Woezel en Pip die zijn van begin mei. Ik weet even niet meer exact de datum. Begin mei, maar... Allemaal van mei. Ja. Dus we hebben een hele leuke hondentaart. Kijk, de Spotsol, dat is een hond. Oma dacht een hondentaart voor de honden. Maar het is een hondentaart voor hem. Alleen ja, snappen de honden hier natuurlijk helemaal niks van.
Dus ga maar eens 3 honden naast elkaar zetten voor Lang Zal Ze Leven te zingen. We wilden net een foto maken en het ging met z'n 3 ook niet helemaal goed. We hebben wel Woezel alleen met een foto en we hebben Woezel en Pip alleen met een foto. Oscar bedoel ik, sorry. Oscar zat meteen goed op de foto en Woezel en Pip moesten een paar keer doen. Maar ze staan op een foto met een 5-jaar ballon, dat is natuurlijk wel super schattig. Alleen ja, nou moeten we ze even een soort van bij elkaar zetten om voor ze te gaan zingen. Pipje, kom je er ook bij, Pip? Waar is Woezel? Woezel die zit onder de tafel. Hij is helemaal 3-jarig. Dat kun je wel zien, dat zijn honden. Wij alle zo prettig. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiepen de beep. Vijf keer, hè? Hoera. En dat bij opa moet doen, moet je straks 72 keer. En dan ben je de halve dag bezig met hoera. Hoera, hoera, hoera. Oh, ja, Luxie, je mag ook blazen. Dan kunnen Woezel en Pip en Oscar niet. Kan die ook blazen? Kan Jan ook blazen? Oh, die zijn blazen. Kinderen blazen. 1, 2. Toen was die al uit. Nou jongens, aanvallen. Lekker een kadaartje. En waar liggen de rondjes de cadeautjes dan, jongens? Oeh, ja. Dan hebben we de cadeautjes. Hier hebben we de 5-jaar ballon. En een hele stapel met cadeautjes. Deze. Nou, geen idee wat erin zit. Maar... Oh. Woezel Pip. Eetjes. Dat is mooi. Hey. En deze geef ik aan Pip. Hmm? Pipje? Ja, die en Pip. Yeah. Kun je mee slinden? Nieuwe speeltjes. En hondenbakjes. En nieuwe hondenbakjes voor extra lekker water. Nou, dat is wel interessant. En dan een lekker knuffeltje. Eigenlijk moet helemaal vol doen met de opdracht, hè? Ja, ja, ja. Nou, allemaal lekker brokjes. En die. Voor Oscar. Oscar, kom maar. Oscar. Die honden snappen er helemaal niks van. Die bakjes die vindt hij mooi, die glinsteren. Nou, en hier hebben we nog een cadeautje. Ja. Ga maar naar Woezel toe. Luxie, ga maar naar Woezel. Oh. Lucius vindt dat ook mooi. Ja. Heeft hij hem al? Zal hij dat ruiken? Wat zit er in, Woezel? Oh, wat is dat, Woezel? Een mergpijpje. Dit is een mergpijpje. En die kan je hier zo. En die kan je lekker opeten. Maar die bewaren we tot de volgende keer. Ach, Lucius. Lucius vindt die bak ook mooi. De honden komen er vanzelf op af. Ze komen al wel kijken. Nou hebben ze het in de gaten. Oscar. Dat is lekker. Lekkere stokjes. Wat een verwennerij. Och. Het is een kluisje. Het is goed voor de... Die ballon ook leuk. Koudstik. Moezelpip. Dat is een kluisje. Ook zo'n lekker kluifje voor Pip. Pipje, dat is ook lekker. Bedankt voor dat mergpijpje, denk ik. Ja, lekker mergpijpje. Oh, daar komt Woezel weer aan. Oh, ja. Ik wil wel zo'n mergpijpje.
Ga maar samen met Lusjes doen. Vindt Lusjes ook leuk? Kijk. Ja. Ga maar scheuren. Wat zou dat zijn? Wat is dat? Ik weet het. Ik weet Vertel, Lucilla. Nou, daar kun je een. Dat is, hij is eigenlijk voor baby's. Daar kon je een voetje of een handje in doen. En dan had je zo'n pultje. Maar dat doen we nu net weer zo'n poep. Een gipsafdruk. Ja. Met wissel en poep. Dit is een gipsafdruk. Het leek ons leuk om de pootjes. Kijk, de pootjes van Woesel en Pip. In een gipsafdruk te doen. Ja, dat is eigenlijk ook best wel leuk voor Oscar. Ja, we hadden natuurlijk de kleuters eerder gekocht, anders had ik er 3 gedaan. Maar is ook wel leuk voor Oscar. Dan heb je een afdruk van de pootjes. Ja. Zie je dat? Kunnen we gips maken? Ja, maar hebben we overal een doos gipspoot? En dan hebben nee, in een fotolijstje, papa. In een fotolijstje. Die gipspootjes, ja. En wat zou daar dan in zitten? Hallusjes. Oscar. Oh, ja, Oscar. Ja. Ze vinden het nou wel interessant, die honden. Ja. Kijk, en ook eentje voor Pip. Ze geeft ze afdrukjes voor de honden. Leuk, hè? Nou. Jullie zijn echt super dierenvindjes. Haalbaar dierenvindjes. En nou lekker taartje eten. Ja. Ja. Nou is het lekker tijd voor taart, hè, Luxie? Luxie zit er ook klaar voor. En oogjes. Mama. Zo, oogjes. Het kleinste stukje van papa. Oh ja, Lucie is die wil ook. Die denkt, oh, lekker, lekker. Je mag ook wel een klein stukje. Mijn mama even helpen. Voor mij niet, hoor. Nee? Oh, ja, lekker. Op de handjes. Ja. Ook in de auto dat hij het zo leuk vond. Dat we hem een nieuwe hobby geven. Alle bellingen. Hij zit in ieder geval niet achter de geraniums. Hey. Huh? Dat had ook nog gekund. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Ondertussen weer een heel tijdje verder. Is de ton helemaal leeg. Bijna leeg. Het water is oververhoogd. Ja, dat dus zit nou daar weer in. Ja, hetzelfde water waarin zaten. Ja, en dit water blijft er ook in. Dus nu mogen jullie weer in jullie nieuwe huis. Daar staat hij hier. Ondertussen ook nog heel even een update van ons aquarium. Is van de week hartstikke goed gegaan, jongens. Er zijn geen visjes dood gegaan of wat dan ook. Het enige waar we nu tegenaan lopen is dat er een klein alglaagje aan de glaskant. Alleen in het midden ontstaat. Dat was ook al toen we het aquarium op gingen halen. Was ook precies op die plek dat er zo'n groen laagje overheen zat. Opa zei ook van, nou, dat moet niet kunnen na een week. Dus we gaan zo meteen ook weer even naar de dierenwinkel om te vragen wat we daarvoor kunnen gebruiken. Hij zei ook van, nou, zo'n trekkertje is ook handig om het weer meer schoon te maken. Het water zelf is gewoon nog helemaal helder. Het enige is dus wat je ziet. Kijk, ik kan het even laten zien. Kijk, hier zie je alle visjes. Die zijn hier. Die zwemmen gewoon lekker allemaal vrolijk rond. En het water is ook gewoon... Zoals jullie zien, ook helemaal glashelder. Alleen aan deze kant, hier in het midden, zie je dus zo'n plek waar dus alg zit. En dat zie je niet aan die bovenkant en hier ook niet. Het is alleen in het midden zit daar zo'n plekje. Dus daarvoor gaan we zo ook even bij de dierenwinkel kijken of ze daar een goedje voor hebben. We moeten er sowieso toch eventjes ook naartoe om de kooikarpers een goedje voor het water nog te doen. Want het water willen we nog even zuiveren. Zitten ze erin? Nee. Oh. Oh ja, en oma heeft natuurlijk lekker weer spinazie gemaakt. Bientjes, spinazie en grote oma's schallen. Dus dan hebben we weer echt een dierenvlog. Ja, en ik heb een verrassing. Ik was net in de poolhouse ruimte. Ja? En het zwembad is nu niet meer 18 graden, maar... 28? 27 graden. Dus het zwembad het ook weer? Ja, hij loopt op. De bovenruimte is door de hitte natuurlijk warmer. Want ik denk dat de stoppen waren uitgegaan voor de aquarium. Ja, even update dat mensen denken, waar heb je het over? Het zwembad. Nee, toen wij de warmtepomp aansloten op ons huis. Toen het gas eraf ging en de warmtepomp aanging. Hebben we ons hele huis wel verwarmd op de waterpomp. Alleen het zwembad was hier net niet sterk genoeg voor. Ja. Dus er moest nog een extra tussending. Ja, een warmtewisselaar. Een warmtewisselaar komen. Yo, kom aan. En die warmtewisselaar die was te laat binnen om door Oekraïne en zo. Dus maar hij klimt dus op. Dus hebben die scène in ieder geval 27 graden. Beter dan 18. We hebben inderdaad in de film springen we ook in het zwembad. Dus we dachten, oh, moeten we in 18 graden zwembad. Ja, maar toch is hij dus uiteindelijk nog wel opgeklommen. Nou, opa de riep al, hoorden jullie al, want opa wilde de vissen erin gaan doen. In het aquarium. Voelen. Kom maar.
Echt nou ja, 27 graden. Maar zo ijskoud in het begin. Nou, dat is wel mooi nieuws. Kunnen we de kooikarpers ook in het zwembad doen, hè? Hey. Luan die krijgt de eer om de eerste kooikarpers in hun nieuwe verblijf te doen. Heel zacht, opa helpt mee natuurlijk. Zachtjes erin. 4 tegelijk. En dan... Goed zo, Luan. Daar zwemmen ze. Kijk, hier zie je ze. Hé, hey. Ja, hij is net zo groot als die andere, alleen hij is langer. Hè? Dus het is de evenveel liter water zit erin als die, dat ze gewend waren. Alleen hij is langer. En die was hoger, dat is het verschil. Nou, kijk eens. De kooikarpers zitten ook lekker in hun nieuwe aquarium. Wat we dus hier neer hebben gezet. Bij het zwembad. Even op het valreep naar de dierenwinkel. Gaan we even middelen halen voor hoe we het water niet meer groen hebben. En een middeltje hoe we het bruine water weer helder krijgen. En een ramentrekker. Nou, wij zijn weer in de dierenwinkel bij Marleen. En we zijn natuurlijk even het informeren. Voor dat groen gaan we de verlichting van 12 uur per dag terugzetten naar 8 uur per dag. En daar hebben ze ook algeetjes voor die we extra meenemen. En voor het bruin water hebben ze ook nog weer iets wat we erop doen. Dat is wat we willen. En dan gaat het bruine water weer. Voor 400 liter. Ja. We zijn weer bij Marleen en ze heeft net goed nieuws. Ondanks het water, we gaan dat groene water met een middeltje weer kristal helder maken. En dat bruine water met de kooikarpers ook. En de visjes heeft ze besteld. Dus die kunnen we meenemen. Yes. Dus nou, ik zeg Marleen bedankt. Jo, okay, we gaan nu visjes hebben. De kinderen zullen helemaal blij zijn. Toch nog weer een extra aanvulling. En dan zijn ze met hun 100. Een paar die hebben nog een wens, wat wil je, pa? Nee, ik heb geen wens. Ja, mijn vader's hobby. Hij vindt het een leuke hobby. Goed voor de vader-zoon een relatie. Maar we hebben ook nog algeetjes mee. Dit zijn algeetjes. Ja, 5 euro stuk. 1 grote algeeter. Ze heeft ook een stelletje. Ja. Een stelletje? Ja. Krijgen we jonkies. Dus bij de konijntjes krijgen we dan baby-algevisjes. Algevreters. Kijk maar. Ja. Oh, we krijgen er ook jonkies bij. Nee. Nou, dan die familie algeetjes graag maar heen. Dan hebben we ook nog jonkjes, babykonijntjes en baby algeetjes. Algeeter van 1000 euro, hoe heet die? De Luteus is dat. Luteus, kijk. Deze ligt hier. Dat is 1000 euro, joh. Wauw, wat groot. Dat is voor een heel groot bassin, of niet? Ja. Wauw. Zou ik jullie bakken? We doen eerst dat celletje al met die jonkjes, toch? Precies. Dit is een leghol. Hier gaan de visjes in paren. En we hebben net met die algeetjes 5 jonkies, hè? Die zitten erbij. Ja. Maar ook andere visjes gaan hier in voorkomen. Ja, andere elmetjes, schammetjes en roepelingen. Nou, dus niet alleen baby konijntjes, maar ook zometeen baby visjes. Ja, nemen we die ook mee. Zo, dit is het mannetje. Ja, dit is het mannetje. Algeetjes. En we kijken, daar is het vrouwtje. Nou, leuk. Een mannetje en vrouwtjes algeeten. Dat is 5 puppies. Of jonkies, hoe noem je dat? Guppies. Hey, jonkies, ja. Jonkies. Opa weet alles. En anders verzint hij wel iets. Nou, kijk, wat zuurstof erin. En dan hebben we dit leuke familietje mee. Nou gaan we de familie Clambotia's hebben. Ja. Nou, ze denken, ja. Ze denken, we kijken maar. We kijken maar. Dat zijn die gestreept, hè? Ja. Ja. Leuk. Hoeveel waren dat er ook weer? 7 Clambotia's. Het visvangen duurt zo lang, ze zijn heel hard to get. Maar ze zeggen, willen jullie een kopje koffie? Ja, dan zeggen pa en ik natuurlijk geen nee tegen. Want ja, opa weet alles en anders verzint hij wel iets. Ik zeg, koffietijd. En deze, hoe heet deze ook weer? Asselus. Hoe? Asselus. Asselus visjes. Die moeten we zus Asselus. Ja, die moeten we in het water vangen. En dan ook met de zak in het water weer terug doen. Want die mogen niet boven water komen, want dan blazen ze zichzelf op. En hier nemen we dus 3 vrouwtjes van mee. En 2 mannetjes, in de hoop dat we daar wellicht ook jonkies van krijgen. En hier hebben we ze, de 2 mannetjes en 3 vrouwtjes. Deze visjes eten slakjes. Dus we nemen ook nog even speciaal slakkenvoer mee. Anders worden hun tanden te lang en dan kunnen ze niet meer eten. Alle informatie ingewonnen, ook al jullie lieve reacties en vele vragen hebben ook allemaal gesteld. Dus we doen ons optimale best met experts erbij om zo goed mogelijk voor onze visjes te zorgen. Diepvriesvoer, parels van Fishmix paprika. Ja. Dat is alleen dat er bestond, joh. Maar wat voor bokje moeten we dan elke dag in doen, zo'n stukje? Ja, nee, het ligt een beetje aan hoeveel eruit van de vis, maar Kijk, dit soort slakjes nemen we dus nu ook mee.
Dat is een delicatesse voor die hoe heet die ook weer? De Asterlus en de Clambotius. Ja. In de verhuisdoos nemen we dan deze familietjes mee. Even betaald, opa, bedankt. Ja, opa, bedankt. En jullie ook bedankt. Goed weekend. En tot de volgende keer. Zo, we gaan even mooi dweilen. Dan is hij ook weer fris en fruitig. En dan gaan we zo even... Peppy wil af en toe nog een paar bloeddruppeltjes. Ja. Dus die doet mama iedere keer schoonmaken. Daarom. Hè? Hè? En ik ga ook dweilen. Zullen we die helpen mee? Ah, liefjes. Nou, alles is weer spik en span. Michelle heeft ook goed meegeholpen met haar setje. En nu hebben we het hokje open van Kokkie. Hey Kokkie, daar mag jij eruit, jongen. Lekker eruit. Ja, want Peppy zit nou weer in haar kooi. Ja, je hebt in de kooi. En kijk, de babykonijntjes, die liggen daar. En die zijn gewoon nog lekker een beetje aan het hele weer wiebelen. Dus alles gaat nog goed in het nest. Terwijl Kokkie er nou lekker uit mag lopen. Maar de babykonijntjes kunnen nog niet lopen. Nee, ze zitten een beetje uit de... Gewoon in het nest. Nou, net Daniel aan de telefoon gehad. Die is, als het goed is, in de dierenwinkel. En die hebben als het goed is nog wat extra algeeters erbij. En nog wat visjes erbij. Want die kunnen als het goed is nu gewoon erin. Zijn ze ook in de dierenwinkel. We hoeven niet 2 weken het aquarium te laten draaien zonder vissen. Want we hadden immers toch het aquarium overgenomen van de vorige mensen. En toen ook het water, half water, de bakken waarin ze in zaten, in het aquarium gedaan. En de vissen hebben het de hele week hartstikke goed gedaan. Dus ze zeiden in de dierenwinkel van je kunt er nog best wel wat bij doen. En ze hebben nog bepaalde bacteriën die we erin kunnen doen om het goed op peil te houden. En krijgen van die extra testjes erbij. Zodat we iedere week een klein beetje water eruit kunnen halen. Weer nieuw water erin kunnen doen. En iedere week weer dat testje met dat kalk kunnen blijven herhalen. En dat is eigenlijk hartstikke fijn te weten dat ook andere visjes weer erbij in kunnen. En het dus hartstikke goed gaat met het aquarium. Maar zoals jullie zien is Lucius een beetje... Oh, ik heb ook een natte plek daar, zie ik. Is Lucius en Luan en Lucilla en Lucie. Ja, toch een beetje het einde van de dag. Dus oma zei, ik ga lekker de spinazie opscheppen. En dan schuiven opa en papa zo meteen wel aan. Want die zijn nog steeds in de dierenwinkel. Hier, met die kleine graapje. Dus gaan wij vast even lekker een happy eten. En kinderen, want het ruikt hier heerlijk. Het ruikt lekker naar oma's gehaktballetjes. Dat blijft toch het liefde. Dat toch? Ja, dat is oma's... Ik had bij oma witlof gegeten. Ja. Met ham en kaas. Ja, dat is ook lekker. Lieve spullen. Maar je hebt wel je bordje leeg gegeten. Ik had 3/4 op. Toch geproefd. Hm? En Lucie, Lucilla, zullen we dan lekker aan tafel gaan? Gaan jullie vast lekker een bordje eten? Goed? Ja. Dan komen zometeen opa en papa met een verrassing thuis, zei papa aan de telefoon. Speciaal. Kijk. En mossels. Diepvriesvoer voor de visjes. Ja. Oh. En we gaan ook de visjes. Nou, de mannen zijn weer thuis. En we mogen ook weer slakjes halen bij Marie. Slakjes, mosseltjes. Mosseltjes? Voor, waar is dat voor dan? Voor die speciale visjes. Want kijk eens. Oh. Ik heb hier een hele doos meegenomen. Nog meer visjes? Nieuwe visjes. Oh. Die we straks aan het eten, maar even gaan eten. Okay. Want de kinderen hebben de spinazie op. Ja, de kinderen hebben de spinazie op. Eerst een bakje spinazie. En we hebben heel veel informatie ingewonnen. Ja. En Maureen zei ook van alle vragen onder de reacties proberen hun ook mee te lezen en ook op te reageren. Ah. Zo staan we met z'n allen, met experts erbij, zo sterk. Goed mogelijk sterk. Ik ga gewoon met de stofzuiger. Lucilla gaat even de stofzuiger erdoor halen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Maar... De filmmuur. Ja, dit is trouwens de filmmuur inderdaad. Die staat hier. Die moet nog geschilderd worden in die kleur. Maar die wand die staat de komende dagen in ons huis. Kijk, opa heeft een wissertje voor dat groene. Ja, nou, je ziet het wel, scherp, ja. Heel mooi. Je ziet het meteen, hè? En ook. Ja. En dat gaat er in het filter, wordt dat weer schoon. Er wordt filtervaak wel op. Maar zij, in de winkel hadden ze dat ook. Ah. Dus dit was. En de oorzaak is te veel verlichting. Te veel verlichting. Per dag verlichten. Ah. Ja. Dus we gaan hem iets minder... Ja, we gaan hem om 12 uur 's middags aanzetten tot 8 uur 's avonds. Nou, en we zitten even heerlijk achter een warm bordje spinazie. Van ons opa en oma. Dank jullie wel, lieve moeder. Heerlijk eten. En de kids hadden al gegeten. Kijk eens, en nu al even zin zeiden, we maken het hele aquarium van. Je doet de verkeerde kant. Hij wordt weer kraakhelder, jongens. Top. Ondertussen hebben we het met het krabbertje dat alg van de binnenkant van de ramen afgehaald. En nu kan je er weer mooi doorheen kijken. Kijk, dit is dat krabbertje. En dit heeft opa en papa ook nog meegenomen. Dat is voor de waterplanten.
En deze is voor de anti-algenmiddel. Kijk. Twee mannetjes en drie vrouwtjes. En wat voor visjes zijn dit? De kogelvisjes. De kogelvisjes. Oh. Dus die laten we eerst even een poosje in. Ja, moet even inhangen. Dat ze wennen aan het water. En als je deze erin laat, mag er geen lucht bij komen. Oh ja. Dan moeten we die in één keer erin laten. Heel bijzonders. Wat is dat? Als je daar nou goed naar kijkt, mannetje die hebben vijf jonkies. Vijf jongens. Nog meer baby's, jongens. Hey, nog meer baby's. Gaan ze weer tegen het raam? Die gaat tegen het raam en die heeft alle groene spullen. Ah, kijk. Dat scheelt mij alweer wat. Dat scheelt weer. Leuk. Oh, daar kunnen ze goed zien. Kijk, als je nou goed kijkt, hier goed kijkt, dan zie je ze aan de zijkant. Nee, precies niet. Ja, kijk maar. Kijk. En die algen, die kunnen dus babytjes maken. In dat kogeltje. Dus die heeft opa en papa er ook bij. Hier kunnen ze dus weer babytjes in maken. Oh. Dit zijn de zwaarderaars. Die zijn mooi, opa. Heel mooi. Dit zijn de oranje visjes. En wat voor visjes zijn dit? De zwaarddragers, opa? Dan. Zwaarddragers zijn dit. Hier heb je de clowntjes. De clowntjes. Oh. Oh. Kijk dan. Die zijn mooi. Ja, maar met oranje erbij. Mooi, hè? Zie je dat? Dan hebben we de visjes. Zo. Kijk dan. Dat zijn drukke baasjes. Ja. Dat zijn, die willen er graag uit natuurlijk. Ja. Moet ik even wennen aan het water. Nog meer. De slakjes. Och, slakjes. En dan een stuk plant voor extra. Ja, maar we hebben nog een speciale plant om ook het groene teren te gaan. Wauw. Nou. Er zitten hier, is slakjes in? Er zitten ook slakjes in, een stuk of 20. Oeh. We hebben heel mooi. Ik ben nog één in de dierenwinkel slakjes aan. Mooi. Hier hangen de slakjes. Oh ja. Ja, even kijken of ze scherp zijn. Ja, daar zien we slakjes. Ja. Oh. En dat eten ze of zo? Eten de vissen dat? Want deze bubbelvisjes die krijgen tandjes. En als die dat niet eten, dan sluiten de tandjes niet af. Oh. Dan kunnen ze niet meer in hun eten. Oh, maar ze eten niet die andere vissen op dan? Nee hoor. Die zijn zo snel. Dat niet. Die eten ze niet op. Oké. Oké, wauw. Dan moeten die een kwartiertje blijven hangen zo. Dan kunnen ze straks weer losmaken. Dat zou echt mooi zijn, joh, als je zo meteen eruit doet. Kijk, ze zijn weer, hey, weer nieuwe bewoners. We deze kokers. Ze zijn nu al aan het kinderen, kijk eens, hier maken ze de maar hier gaan die straks die jonge visjes in. Die gaan we gegarandeerd dit opzoeken. Ja. Of in de boot. Nee, doe hem daar, in dat hoekje. Dan en dan krijgen we nog meer baby's. Hier. Dit is een schapje, zo. Daar gaat hij, hoor. Ja. Hier gaan we zaken? Ja. Ja. Boom. Ja, dat is een mooi plekje. Ja, onder de planken, toch? Ja. Dan mogen ze daar in de buurt ook loslaten. Ja, kunnen ze daar gaan zitten. Leuk, leuk, delicious. Dat haartje. Leuk, hè? Dat is het haartje. Hai. Die zijn ja, hoor. Ja, dan wacht even een paar minuutjes en dan gaan we ze zo loslaten. Nou, opa doet nu dus ook voeding voor de plantjes erin. Opa heeft de slakjes. Kijk, hier allemaal op de grond. Kijk, hier op de grond. Op de grond, daar liggen de slakjes. En ook de nieuwe plantjes. En de zwaarddragers, die gaan we er als eerste doen. Kijk maar, een beetje water erin. Kijk. En daar zwemmen ze. Oh, er staan wel mooi die kleur. Heel mooi die kleur. Mooi hè? Lusjes vindt het ook mooi hè, om naar te kijken. Vind je mooi is gekleurd. Heel veel kleurtjes. Ja, vinden jullie mooi. Even kijken, kijk, daar gaat de volgende. Hier, als je zo zit, dan water gaan. Oh, ja. Kijk, daar gaan ze. Wauw. Wauw. Och, joh, wat veel opeens dan, hè? Mooi, hè? Oh, kijk dan. Kijk eens. Mooi, wow. Jongen. Even kijken naar die visjes. Ja, dat zal ik je mooi, hè, vriend. Nou, dit zijn de kogelvisjes. En die mogen niet boven. Die mogen niet boven het water. Want anders gaan ze eruit. Ja. Ja, opa, dan met zakken aan. Zo. En dan zwemmen ze eruit. En drie vrouwtjes. Oh. De hele dunne zijn de mannen. Kijk dan. En de wat dikke zijn de vrouwtjes. Oh, leuk. En die krijg je misschien ook, leuk. Jongen. Nou komen dus de algeeters. Nou komen papa en mama en... Dat is een hele familie. En vijf jongens. Papa, mama en hun baby's. En dan hoop ik dat ze gelijk in dat... dingetje gaan. Buisje kruipen. Kijk, als je nu goed kijkt bovenin,
Daar zie je ze zwemmen. Oh, die is heel klein. Ja. Dat kleine, lijkt wel een kikkervisje. Nee, nee, hier zwemt hij naar boven. Dat is dus een baby. Ja. Oh, oh kijk, hij heeft een hart open. Dit zijn dus de algeeters. Ze zaten daar ook in het kokertje. Nou, ja, zaten ze in een kokertje. Vandaar dat opa daar dus een kokertje heeft neergelegd. En dan gaan we ze daarin laten doen. Kijk, ja. Dan gaat hij meteen daarop zitten. Is dat het mannetje? Dat weten we niet. Even kijken. Ja, kijk. Daar is de andere. Ik heb nog geen kleedje, jongens. Ga meteen eten. Zie je, jongens? Je zit meteen aan het raam. Ziet het mondje. Zie je dat? Ja, lekker eten. En chill. Leuk. Die baby sharkjes die. Helemaal blij, hè? Leuk. Kijk, en daar. Nou is het mooi. Nou is het mooi. Heel mooi. Dat schonnetje daar. Ja, oh daar, dat schonnetje daar. Uiteindelijk zitten alle visjes in het mooie aquarium, jongens. Met dank aan natuurlijk opa, die het weer gefixt heeft. En we weer mooie visjes erbij hebben. Ja, papa. Hè? En de kooikarpers natuurlijk. Ja. Papa had ze besteld, hè? Ik heb alleen watermiddel mee, maar ze hebben ook gelijk. Ook. Ja, jongens. Nou, dit was onze dierenvlog. Want we hebben volgens mij alle dieren wel aan bod gehad vandaag. Vond je het nou weer een leuke vlog, jongens? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan, doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.